Welkom in gesprek met Losser. Ik ben Janita en ik heb vandaag twee gasten. Welkom André van Aarsen en Marijke Beuving. Leuk dat jullie er zijn. Leuk ook een keertje als collega's naast elkaar. Ja. Dat doen we wel vaker. Hè? André, ik wil eigenlijk met jou gaan beginnen. Jullie maken een documentaire, heb ik begrepen. Ja, sterker nog, wij maken weer een documentaire. Ja, onder weer. De vlag van NTV Losser. Ja, een docuserie over Losser in de Tweede Wereldoorlog. En we hebben een nieuw onderwerp. Wow. We zijn erin verzeild geraakt en ik heb al gezegd tegen Marijke van, we maken er dan meer leuk van. Ja. Dat geeft ook een ontsnapping naar misschien nog iets meer. Op dit moment zijn we bezig met het onderwerp rond pastoor Schaafs. Schaafs was een pastoor hier in de oorlog. En wij kwamen zijn naam regelmatig tegen met de voorgaande documentaires die we gemaakt hebben. Ja. Over Brinkgreven en over de bevrijding van Losser. En hij kwam ook al te sprake in de film de Hongertocht. Ja, waar we ook gespeeld hebben. Ja. Ja. En dan zeg je toch, ja, het is een markante man geweest. Die wat anders in elkaar stak blijkbaar dan wat normaal was voor een zielherder in die tijd. Oké. Hij was wat minder ondergeschikt aan het bisdom. Want ik heb brieven van hem gelezen. Ik denk van oei. Daar was de bisschop niet blij mee. Hij was überhaupt niet echt een ondergeschikt type. Nee, het schijnt. Een beetje moeite met leiding krijgen. Het schijnt inderdaad een man te zijn die heel goed was voor zijn parochie. Maar die heel bot was zo af en toe. Oh. Gewoon heel rechtlijnig. Zo is het en zo denk ik erover. En dat is wel interessant. En natuurlijk in een tijd waarin je met name de mogelijkheden om je vrij te uiten heel erg beperkt werd door de bezetter. Ja. En dat heeft hij ook jammer genoeg aan de lijf moeten ondervinden. Ja, want ik heb jullie ook voorbij zien komen in een krant. Mooie foto trouwens. Ja. Heel mooi. Dus er wordt veel aandacht aan besteed. Ja, want het toeval wil dat wij te horen kregen dat er nog een film, een originele film is uit 1945, waarbij hij weer terugkomt naar Losser, naar een behoorlijk lange tijd in Dachau te hebben moeten overleven als straf voor zijn rebelsheid, of eigenlijk het feit dat hij gewoon zei waar het op stond, wat de Duitsers niet fijn vonden. En de inwoners van Losser waren hem zo dankbaar dat ze een hele grote intocht hebben gehouden, waar echt iedereen betrokken was, niet alleen de katholieken, maar echt de gehele gemeenschap heeft toen alles bij elkaar gezet om daar maar een mooie en waardevolle intocht van te maken. En die is zelfs gefilmd, wat in die tijd heel bijzonder was. Ja. En die film hebben wij. Ja. Top. En dat vonden wij dus een hele mooie basis samen met het hele verhaal om hem heen. Ja. Om een nieuwe docu te maken. Maar wij zoeken nog eigenlijk wel mensen, vooral Lossenaren, die daarbij zijn geweest. We hebben ook hele mooie opnames van kinderen en ook volwassenen die erin meelopen. En wij zoeken eigenlijk die mensen. Want we willen heel graag uit hun mond horen van wie was hij, wat betekent dit voor jullie en heb je nog mooie verhalen. En nu is het natuurlijk wel zo dat een heleboel van die mensen zijn niet meer in leven ondertussen. Nee, maar er staan ook wel kinderen op. Ik heb het filmpje even kort maar het is ook zo dan. Wat ons ook zo benieuwd, er zijn natuurlijk ook verhalen over de pastoor, die ergens op verjaardagen verteld worden, of net zo. En wij willen graag ook een wat dieper beeld van die pastoor krijgen. Kijk, want we kunnen natuurlijk de feiten allemaal opzommen, zo moeilijk is dat niet. Nee. Maar wat was daar nou voor man? Hij heeft vriendschap gesloten met in kamp Amersfoort en later in kamp Vught, is dat voortgezet met Willem Gamen, nou, dan ben je communist. Ja. Nou, als iets niet matcht, is het wel katholieke kerk en communisme. Ja, dat is wel een beetje apart natuurlijk. Maar die hebben daar, in uitzonderlijke omstandigheden, twee uitzonderlijke mensen, hebben daar een vriendschap gesloten. Ook bij de intocht zie je dus heel pontificaal, Willem Gamer staat op het bordes samen met de pastoor. En later ook heeft er ook een toespraak kunnen houden. Ja. Dus dat is wel, voor die tijd is dat heel bijzonder. Dus wij zeggen zoiets van, er zit wat meer diepte in die persoon Schaafs dan dat je... Dan alleen maar je feiten. Ja, en dan moet je denk ik ook hebben van, dat is ook een mooie oproep dus bij deze, van meer mensen van in de verjaardagen. Ja. Wat wordt er verteld? En dan die verhalen moeten er volgens mij toch echt wel zijn. Ja, want als wij iets maken is het eigenlijk voorlossen, overlossen, doorlossen. Ja, wij willen echt gewoon zo dicht mogelijk bij de mensen hier blijven en de echte menselijke verhalen vertellen. En daarvoor heb je natuurlijk, het is nu ongeveer 77 jaar geleden, er moeten nog wel wat lassenaren zijn die het zich kunnen herinneren. Ja. Of inderdaad uit tweede, derde hand van ons ma had het altijd over. Dat soort verhalen. Mijn oom die was nog dat en dat. En de mensen moeten vooral niet bang zijn om te vertellen wat ze weten. Want kijk, alle verhalen worden gekleurd in de loop van de jaren. Ja. Linksom, rechtsom, altijd is een verhaal gekleurd door de tijd.
Het is voor ons belangrijk om het verhaal te weten. Dan gaan we dat toetsen van, klopt dat? Ja. Want je ja. kunt natuurlijk niet hebben dat je dingen gaat vertellen die helemaal niet kloppen. Maar ook de vette roddels zijn ja. best leuk als achtergrondinformatie. Ja. En kijk, onderhand hebben wij zoveel ervaring met het uitspitten van dat soort informatie, dat we daar wel heel terughoudend mee omgaan. Heel netjes mee omgaan. Oh ja, met respect eigenlijk. Ja, en ja, ook dat we zeggen van, ja, ja dit lijkt me toch wel een beetje, laten we die er maar niet inzetten. Maar normaal gesproken is het voor het krijgen van een beeld is het ideaal. Goed. Ja. En daarom wil ik eigenlijk mensen oproepen, als jullie nog wel mensen kennen die het hebben meegemaakt of goede verhalen hebben, ja. om dan een mailtje te sturen of naar @tvlossen of Hallo Lossen of naar het speciale mailadres, dat is @tvlossendocu@gmail.com. En dan kunnen we in contact komen en je hoeft niet in beeld, het gaat ons echt puur om de informatie. En om voor deze bijzondere man een mooi portret te maken die gewoon echt eer doet aan de persoon die hij was en is. En hij was absoluut niet perfect. Want hij heeft minstens net zoveel mensen boos gemaakt als blij. Ja. Maar wij willen graag gewoon ook in deze tijd waarin er heel veel polarisatie is en heel veel wij tegen zij, een genuanceerd beeld mogen neerzetten ja. over iemand die dat goed in de vingers had. Die ja. gewoon niet verder, die verder keek dan zijn eigen opleiding, zijn eigen kringetje. En de mensen echt zag. Ja, maar die ook stond voor datgene ja. wat hij vond. Ja. Want dat is ook heb wel ik ondertussen mooi, ja. wel ja. gelezen. In de beschrijving die van hem bekend zijn. En uit de verhalen die ik onderhand heb gehoord. Het was wel een man die zei van, dit is mijn mening. En om in de termen van de tv te blijven, daar zult u mee moeten doen. Ja, ja. Maar het is wel standvastig. Ja, absoluut. Hij bleef wel ja. bij zijn standpunt. Ja. En hij heeft heel wat meegemaakt. Kijk, hij is in 1881 geboren in Aalten. En vervolgens heeft hij dan het circuit doorlopen wat normaal was. Hij in 1908 is hij priester geworden. Tot priester gewijd in Utrecht. En is kapelaan geweest in Deurning, in Geesteren, in Meidrecht. En toen pastoor geworden in Kokkingen, bij Meidrecht in de buurt. En toen in 1937 kwam hij hier naar Lossen toe. Oké. Okay. En het vreemde is dat ondanks het feit dat het een bekende persoon is, er toch heel weinig rond hem beschreven werd. Kijk, ik heb verslagen gezien van de krant. De normale bezigheden die een pastoor heeft. Het geven van een lezing aan de Bond voor... katholieke werknemers. Dat soort zaken, dat lees ik dan wel. En het opdragen van een mis bij het overlijden van pastoor Gevoerig, zijn oude baas, ja. om zo maar eens te zeggen. Dat lees ik allemaal wel. Maar wie was nou de man, de mens? Ja, ja. En we hebben de boze brieven die hij gestuurd heeft, onder andere naar het bisdom. 1946, en, ja. En de verhalen van de Duitse bezetters, de aanklachten die hun tegen hem ja. hadden. Kijk, maar op enig moment is Willem Gamer, als communist zijnde, is vrijgelaten. Dat hebben ze ook geprobeerd voor pastoor Schaafs. En dat wordt tegengehouden door het bureau van de reiscommissaris, Seyss Inquart. Okay, ja. Weliswaar niet door hemzelf ondertekend, maar ik heb die brief gezien. En daar staat in dat de reiscommissaris bekend was dat Schaafs zich regelmatig had verzet tegen de Duitse orde. Ja. En daarom niet werd vrijgelaten. En toen is hij getransporteerd naar Dachau toe. En in Dachau was het toen ook een bijzondere verzameling. Daar was het priesterblok. Dat was een groep van bijna, in totaal zijn daar iets van 2000 priesters van diverse geloven geconcentreerd geweest. En daar hebben minder dan de helft hebben daarvan overleefd. Zo. Ja. Dus, en in april 1945 wordt hij bevrijd door de Amerikanen. Komt weer terug in de klooster. Wordt ingehaald officieel op 30 juni 1945. En dat resulteert dus in de film die wij ja. dus dat is die film. Ja. Oh, gezien ja. hebben. Mooi. Met als kanttekening, hij heeft het kamp natuurlijk overleefd, maar hij was dermate verzwakt dat hij uiteindelijk wel overleden is aan de aandoeningen die hij daar ja. verder heeft opgelopen. Ja. Ja. Niet ieder persoon die het overleefd heeft het echt overleefd. Ja. We hebben ook een hele mooie foto van hem voor die tijd en na die tijd. En het is een schaduw van de man nog. Het ja. is veel meegemaakt. Ja, natuurlijk. Heel veel meegemaakt. Ja. Hij heeft echt gewoon uiteindelijk ook de prijs betaald ja. voor zijn standvastigheid. En dat is min of meer ook erkend door vanwege het feit ja. dat... het graf op de begraafplaats bij de Meneer Geboortekerk wordt ook gezien als oorlogsgraf, Nederlands ja. oorlogsgraf. Dus ondanks het feit dat hij na de oorlog is overleden, wel op degelijk een oorlogsgraf heeft gekregen. Ja, oh, dat is wel heel ja. mooi. Ten nagedacht. En het is ja. inderdaad wat Marijke zegt, als je ziet bijvoorbeeld op het bidprentje, ja. dan is hij een goede doen dat ja. hij hier komt. Klein minneke, 180 pond zeggen ze altijd. En later, op het moment van de intocht, daar zie je dus echt een vermagerde man, vermoeid. De helft eigenlijk.
van die. Het gezicht getekend. Ja. Je kunt echt gewoon zien wat het hem gekost heeft. En daarom vind ik deze film ook zo belangrijk. Het laat een mens zien. En ook de relaties inderdaad. Dat het op het bordes een communist naast de pastoor staat. Ja. En al zijn kapelanen en alle andere mensen eromheen. Dat is gewoon zo uniek. Mm-hmm. En dat heel losse, niet alleen de katholieken, maar alle lossenaren liepen voor hem uit en bedankten hem. Ja. Er zijn ook verhalen dat zelfs protestanten eieren naar hem toe stuurden in het kamp. Dat soort dingen. Hij was gewoon heel belangrijk voor heel veel mensen. Ja. En dat mag gewoon niet vergeten worden. En we willen heel graag dit soort mensen nog even weer een licht geven. En zorgen dat ze op een mooie manier voor altijd te vinden zijn op het internet en alles. Want we gaan ook geen grote première houden. Want net zoals alle andere docus, we zetten het meteen online. Het is voor iedereen vrij verkrijgbaar. Het liefst ook via Wikipedia en andere bronnen. Dat mensen gewoon die mensen terug kunnen vinden. En het verhaal echt goed verteld wordt. Mooi rustig in beeld. En dat Losser en deze mensen die voor ons belangrijk waren, gewoon nog een keer weer een lichtje krijgen. En niet alleen op 24 december als dank. Maar nee, het is inderdaad, net al gezegd, het is een uitzonderlijke man geweest in een uitzonderlijke tijd, onder uitzonderlijke omstandigheden. Ja. Ja. En dat brengt dan toch iets naar boven in mensen. Dan denk ik van, hey. Ja, en vooral ook bij jullie, want jullie zitten daar lekker in. Ik vind het heel mooi wat jullie doen. En ik denk dat we ervan kunnen leren. Op dat wij niet vergeten. En ook voor onze kinderen, dat ze daarvan leren. Ja. Dat je ook een stukje geschiedenis. En ik vind zelf ook wel interessant, omdat je ook in Lossen woont. En dat je... Nou, ik hoop voor jullie dat er heel veel dingen binnenkomen. Veel informatie. Maar ik nog één keer het e-mailadres. Ja, dat is rtvlossendocu@gmail.com. En daar kunnen dus alle verhalen, mensen die nog iets te vertellen hebben, sturen ons een berichtje. Het kan ook via Hallo Losser of de gewone e-mails. Of als je een van ons persoonlijk kent, kan ook. Ja. Trek ons aan de jas, we willen het graag horen. Nou jongens, ik hoop dat jullie heel veel informatie extra krijgen. Ja. Je staat mooi in de krant, dus dit interview moet kunnen helpen, toch? Nou, stel dat het tussen nu en twee weken heel veel... Jullie zijn al een beetje begonnen met de voorbereidingen. We zijn al in productie. Ja, we zijn heel druk bezig. Ik heb contract gehad met Kamp Amersfoort, Kamp Vught. Daar heb ik wat informatie gekregen. Op dit moment ben ik ook bezig met iemand die oorspronkelijk het Achterhoeks Oorlogsmuseum had. En materiaal vanuit dat museum is overgebracht naar het museum in Overloon. Ja. Waaronder bijvoorbeeld de pet van Schaafsen, de brilletje van Schaafsen, zijn kampnummer en dat soort zaken. En een brief waarin zijn vrijlating wordt tegengehouden door de Rijkscommissaris. Ja. Dus dat zijn wel... Daar zijn jullie mee eerder. En er schijnt wat meer materiaal te zijn. Ja. En daar hopen we dus binnenkort ook even naartoe te gaan en even goed gesprek mee te hebben. Ja, dus ja. En wanneer denk je ongeveer dat jullie het af zullen hebben, de documentaire? We hopen volgende maand te beginnen met de interviews te filmen en op locatie wat plekken te bezoeken, zoals Kamp Vught en zo. En dan begint het monteren en eigenlijk hopen we gewoon 30 juni, de dag dat ook de intocht is, dat wij hem ook kunnen gaan inhalen, maar dan digitaal. Moet wel een slag om de arm houden. We gaan echt voor kwaliteit, niet voor kwantiteit of de datum. Het is mooie symboliek. Ja. Maar wij willen een portret maken dat gewoon voor altijd mooi staat. Ja. En dat is onze datum. Maar mocht het verschillen, dan krijg je het zeker nog te horen bij RTV Losser. Het zal best wel. Ja, kwaliteit staat dan bovenaan. Ja, absoluut. Kwantiteit. Ja. Nou, ik wil jullie hartelijk bedanken voor dit gesprek. Ik wens jullie alvast veel succes met de voorbereiding. Ik ben zeer benieuwd zelf ook. Naar de documentaire en dus even afwachten. Ja. Nou, succes! Ja. Dit was In Gesprek met Losser. Dankjewel voor het kijken en graag tot het volgende gesprek.